Vertel, waar zijn we hier? U bent hier bij de firma PK Racing in België. Een raceteam. Wij doen het met één auto dit jaar het VIGT kampioenschap. Dat is een kampioenschap voor sportwagens zoals Corvette, Maserati, Aston Martin, Ferrari. Eigenlijk een beetje de luxe modellen op de straat. Ik kan u dadelijk een keer laten zien wat voor een auto dat wij rijden. Oh, dat is leuk. Een beetje van de techniek laten zien. En een beetje rondrijden door de werkplaats. Ja, want jij bent eigenlijk van origine van de Han afkomstig, hè? Dat klopt, ja. Ik heb 4 jaar HTS autotechniek gedaan. 1 jaar nog in Apeldoorn en de volgende 3 in Arnhem. En ik ben er tijdens mijn stageperiodes op de HTS ben ik hier een beetje ingerold. Ik heb hier 1,5 jaar stage gelopen. Daardoor heb ik het team een beetje leren kennen. En daarna, het jaar daarna, heb ik ook in dezelfde richting afgestudeerd. Maar wel bij een soortgelijk bedrijf, maar een Nederlands team. Daar heb ik dan 1,5 jaar een afstudeerproject gedaan. Want welke richting heb jij gedaan? Voertuigtechniek. Voertuigtechniek. Ja. En nu ben je, wat ben je nu? Ik ben nu dus race-ingenieur. Race-ingenieur. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, laten we ons eens wat zien. Ja, dat is goed. Want nou wil je toch zijn, hè? Ja, precies. Dit is onze werkplaats. We zijn momenteel met 3 mensen fulltime in dienst. Dus ik en 2 monteurs. Mm-hmm. Die fulltime met 1 auto bezig zijn. Dat is dit jaar een Saline A7R. Een Amerikaanse sportwagen met op basis van een Ford V8 motor. Dat is een motor die ook in een NASCAR gebruikt wordt. Hier rijden wij dus het VIGT kampioenschap mee, het wereldkampioenschap voor dit soort wagens. En wat doe jij dan de hele dag met dit apparaat? Ik doe eigenlijk het bureelwerk, zomaar te zeggen. Dus ik ben verantwoordelijk voor logistieke verhalen, het invoeren van onderdelen. Het organiseren van de wedstrijdweekends, dus zorgen dat vrachtwagens personeel en zo op hun plaats komt. En ik doe de afstelling van de auto en data-analyse tijdens de wedstrijdweekends. Data-analyse? Ja. Daar heb je geloof ik nou ook een boek van geschreven? Daar heb ik inderdaad een boek. Ben je hier ook ergens? Een boek over geschreven. Hier ergens liggen of zo? Of? Dat ligt hier ook ergens, ja. Pak eens even. Daar heb ik inderdaad 4 jaar aan gewerkt. Is een beetje tot stand gekomen op een niet zo conventionele manier. Ik heb een paar jaar geleden voor een Zweeds team gewerkt, ook met een auto in het VIGT kampioenschap. Mm-hmm. De eigenaar van dat team die had een bedrijf die gespecialiseerd zijn in het maken van computerspelletjes. Die brachten toen een spelletje op de markt dat ging over dit kampioenschap, over het VIGT kampioenschap. Die heeft mij toen gevraagd of ik niet geïnteresseerd was om voor een special edition van het spel een paar hoofdstukken voor een handleiding te schrijven. Dat spel werkte eigenlijk op met dezelfde software als dat wij werken om data te analyseren. Dus een speler kon op een computer met die auto rijden. Mm-hmm. De computer registreert alles wat die speler doet en die data kon naderhand met identiek dezelfde software geanalyseerd worden als dat wij gebruiken op een echte raceauto. Daar vroeg hij mij of ik daar een gedeelte van zijn handleiding over kon schrijven. Ik heb dat toen gedaan.
En daar heb ik de smaak een beetje te pakken gekregen. Ik heb dat gedeelte van wat ik voor hem geschreven heb, heb ik daarna uitgebreid naar een boek. En uiteindelijk een uitgever voor gevonden die geïnteresseerd was om dat op de markt te brengen. Ja. Die ben ik dan in Amerika gaan zoeken. SIA is de Society of Automotive Engineers. Is de grootste uitgever ter wereld van technische autoboeken. Zo, en dan mag jij een boek verschrijven? En dan mag ik een boek verschrijven. Wat staat erin in zo'n boek? Zo'n boek behandelt eigenlijk de technieken die te pas komen bij het analyseren van data wat zo'n auto produceert. Dus tegenwoordig raceauto's zijn uitgerust met een data-acquisitiesysteem wat zowat alles registreert wat er in zo'n auto gebeurt en wat de piloot met die auto doet. Motortemperaturen, toerentallen, snelheden, drukken, stuurhoeken, de uitslag van de vierhoeken van de ophanging. Dat soort dingen. En dat is eigenlijk een technologie die de laatste jaren meer en meer naar onder sijpelt naar de lagere klasse in de autosport. Alleen de kennis die erbij hoort op wat te doen met die data, dat bleef een beetje bovenin hangen. En daar heb ik geprobeerd om met het boek een beetje onder het publiek te brengen. Okay. Dus ik heb hier dan de technieken behandeld die nodig zijn. Wat doe je met die data en hoe gebruik je die om de auto of de piloot sneller te maken? Ja, mooi. Kunnen we ook eens in die raceauto kijken daar? Dat kan wel, misschien. Ja? Hij staat momenteel niet volledig in elkaar. Die auto die wordt tussen de wedstrijden in wordt die volledig afgebroken en elk onderdeel wordt nagekeken. Dus elk onderdeel, het werkt eigenlijk like in de vliegtuigindustrie. Elk onderdeel wordt genummerd, heeft zijn vaste allocatie op de auto. En dan worden de uren van bijgehouden. Elke kilometer die met elk onderdeel wordt gereden, die wordt bijgehouden, wordt geregistreerd. En bijvoorbeeld een motor gaat 30 uren mee. Daarna wordt die volledig uit elkaar gepakt. Een versnellingsbak wordt tussen elke wedstrijd volledig uit elkaar gepakt en nagezien. Maar ook elk tandwiel in die versnellingsbak heeft een bepaalde levensduur. En dat wordt allemaal bijgehouden. Als onderdeel aan zijn leeftijd zit, wordt het vervangen. Preventief dus. We proberen om niet te wachten dat er iets kapot gaat op die auto. Dat wordt allemaal bijgehouden. En als zo'n ding aan zijn uren zit, wordt het vervangen. Oké. Dus dat is wel eigenlijk het belangrijkste wat er tussen de wedstrijden gebeurt. Maar ook qua afstelling. Er wordt gekeken naar welk circuit wordt er gegaan. Elk circuit heeft andere karakteristieken, stelt ook andere eisen aan de auto. Dus die auto wordt hier in de configuratie gezet. Maar aan de hand van welk circuit dat er vervolgens op gereden wordt. Dat wordt hier gedaan. Ja. Die cilinder van ons zit een Ford V8 motor. Die levert een 600 pk. Ontwikkeling van de motor doen we eigenlijk niet zelf. Die doen we in samenwerking met de fabrikant. Dat wil zeggen dat revisies hier niet gedaan worden. Dus we rijden 30 uren met die motor, daarna gaat hij eruit en terug naar de fabrikant. We hebben een soort wisselsysteem, we hebben drie motoren. Dus één motor in de auto, één motor bij de fabrikant voor revisie en een tweede motor als reserve. En dus als er op het circuit iets gebeurt, dat we in ieder geval de motor kunnen wisselen. Deze heeft nu
is dus al 2/3 van zijn levensduur. Die kan in principe nog 2 wedstrijden dienen. Daarna gaat hij terug naar de fabrikant. Dan komt er een andere voor in de plaats. De versnellingsbak die hangt er nu niet aan. Daar zijn monteurs nog aan bezig. Die staat hier. Nu wordt elke wedstrijd wordt die open gedaan. Hier wordt ook redelijk veel mee gespeeld met de verhoudingen die erin zitten. Dus een snel circuit worden lange verhoudingen gebruikt, een kort circuit worden korte verhoudingen gebruikt. Dus dat is iets wat elke wedstrijd opnieuw herzien wordt. En nu wordt ook volledig terug nagekeken dat alles mooi netjes blijft. Waar gaan we nou naartoe? In deze ruimte wordt eigenlijk het fijnmechanische werk gedaan. Ik liet net het huis van de versnellingsbak zien. Hier ligt het binnenwerk. Het is net terug samengebouwd. Dus dit is de binnenkant van de versnellingsbak. Met 6 verhoudingen, 6 versnellingen. En de grootte van die tandwielen, daar wordt enorm veel mee gespeeld. Aan de hand van welk circuit dat er gereden wordt. Korte verhoudingen betekent een betere acceleratie. Een langere verhouding heb je nodig als je een hogere topsnelheid wilt halen. Dus dat wordt uitgekiend wat de beste oplossing is. We hebben daar softwarepakketten voor die ons helpen om te beslissen welke de beste opties zijn voor welk circuit. Dus het is zo dat eens wel een circuit aankomt, dat er eigenlijk redelijk weinig nog aan veranderd wordt. Daar zitten we redelijk goed vanaf het moment dat de auto hier de vrachtwagen in gaat. Verder, als er aan de motoren gewerkt wordt, dan gebeurt dat in deze ruimte. Deze ruimte is eigenlijk bedoeld voor dat soort werk. Dus echt het werk wat niet rechtstreeks op de auto gebeurt. Je hebt hier ook een vrachtwagen staan, zei je net? We hebben ook een vrachtwagen. We hebben er 2. Ik denk dat die met de auto in, dat die het interessantste is. Kunnen even een kijkje hier nemen. Ja. Dit is de vrachtwagen waar de auto in vervoerd wordt. Die is van binnen volledig uitgerust om deze kan er 1 auto in. Dus met opzet zo gedaan dat we 1 auto en zoveel mogelijk reserve kunnen meekrijgen. We kunnen een kijkje gaan nemen binnenin. Ja. De auto zelf staat bovenop de rijplaat hier. Onderin hebben we kasten waar alle reserveonderdelen van de auto in zitten. En voorin, onderin, is ook een ruimte eigenlijk volledig voorzien voor reservestukken. We hebben nog een 2e vrachtwagen die gebruikt wordt voor het materiaal, dus de gereedschapskisten. Boxenstand, materiaal, vloeren, dat soort dingen. Catering ook, komt er natuurlijk ook bij kijken. Je moet het personeel ook eten geven tijdens de raceweekends. Wat nemen we gewoon mee in die vrachtwagens? Dat nemen we gewoon mee. We gaan naar een wedstrijd met een 10-tal mensen. Waarvan er 8 rechtstreeks op de auto werken. Dus ik overzie tijdens de raceweekends een beetje wat er gebeurt. Ik doe de afstelling van de wagen, de data-analyse. Daar heb ik nog 1 ingenieur tijdens de raceweekends bij die daar ook in helpt.
En we hebben 6 monteurs op de auto, dus die continu tijdens de weekends bezig zijn met die auto. En we hebben 2 mensen die zich bezighouden met catering, dus maken van eten voor de mensen die gaan op, als we ergens een, weet ik niet waar, op een of ander circuit zijn, zorgen zij dat er verse groenten zijn. Dat niet iedereen smiddags naar de hamburger tent met de hapkaart. Ja, dat wordt wel een beetje naar gekeken, want het zijn zware weekends, het zijn heel lange dagen, dus je moet ook zorgen dat dat de mensen een beetje toch een beetje comfort hebben. En welke klassen zitten jullie? Want je hebt er Formule 1 en 2 en... Ja, dus GT racen is eigenlijk een klasse waar gereden wordt met auto's die qua uiterlijk nog heel veel op de straatversie lijken. De wagen waar wij mee rijden, de Celine, bestaat ook een straatversie en die ziet er identiek hetzelfde uit van buitenin. Van binnen is een ander verhaal, maar de carrosserie is volledig hetzelfde. Een voorbeeld wat meer aanspreekt is denk ik de Corvette C6. De C6R is de raceversie daarvan, ziet er qua uiterlijk hetzelfde uit als de straatversie. Onderin zijn dan reglementair een aantal aanpassingen toegestaan. Dus daar moet natuurlijk een rolkooi in. Er zijn een aantal voorzieningen die verplicht zijn voor de veiligheid. Motoren is die ook niet meer hetzelfde. Omdat ik denk de straatversies gaan minder lang mee. Als die zo op de limiet geduwd worden zoals in een raceauto. Dus er zijn al een aantal aanpassingen nodig om het ding heel te houden. En ook natuurlijk gewicht, prestaties. Alles moet zo licht mogelijk, alles moet zo snel mogelijk draaien. En het moet tegen redelijk hoge temperaturen kunnen ook nog eens. Dus onder de carrosserie heeft het niet veel meer te maken met een straatauto. En van jouw werk, wat heb je nou daar eigenlijk van op de hand geleerd? De hand was eigenlijk een hele goede basis. Achteraf gezien als student sta je daar niet zo bij stil. Dan denk je heel dikwijls van wat moet ik daar nou mee met mijn wiskunde, met mijn mechanica, met mijn natuurkunde. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het één voor één terugkomt als je, tenminste als je te werk gesteld wordt als ingenieur. Er zijn heel veel dingen die terugkomen, basisprincipes die er op de hand ingepompt worden, die na de rand, waar een lampje gaat branden van, dit heb ik wel eens ooit gezien. Ja. Wat denk ik een heel groot voordeel is van de manier waarop op de HTS autotechniek of de HAN lesgegeven wordt, is dat zij redelijk praktijkgericht zijn. Dat zie je in scholen, hier in België zie je dat veel minder. De HAN heeft 1 volledig stagejaar en nog eens een half jaar afstuderen. Dat wil zeggen, als je afstudeert, dan heb je eigenlijk al een anderhalf jaar praktijkervaring. Met het zicht op solliciteren helpt dat heel erg veel. Ik denk dat dat een van de grote pluspunten van die opleiding in Nederland is. Dus ik denk, ik heb er zeker geen spijt van gehad. En ik kan me ook specifiek voor deze functie als race-ingenieur kan ik me niet echt een beter alternatief voorstellen. Je hebt een hele goede basisvorming, je kan overal terecht. Dus niet dat als je HAN af hebt, dat je in die richting moet zijn. Dat je race-ingenieur moet worden, want er zijn er redelijk weinig die richting uitgegaan zijn. Maar er zijn wel specifiekere opleidingen tegenwoordig de laatste jaren. In Engeland komt dat meer en meer op, dat er opleidingen zijn specifiek als race-ingenieur. We hebben daar
hier ook al studenten van gehad, als stagiairs of eindejaars studenten. Maar dan merk je wel dat die niet die brede basis hebben die je met een algemenere ingenieursopleiding hebt. Dus ATS autotechniek is toegespitst op autotechniek. Maar het blijft een brede basis. Dat is een van die grote pluspunten. Wil je nog wat meer laten zien? Of? Ik denk eerlijk gezegd dat we een beetje rond zijn. We zijn een beetje rond? Ja. Nou, bedankt dan voor jouw prachtige praatje. Geen probleem. En dat we hier welkom mochten zijn. Ja. En dat we eens eventjes in de keuken mochten kijken van een race-ingenieur. Ja, geen probleem. Van de hand. Want wanneer heb je op de hand gezeten? Ik ben afgestudeerd in 1999. Dus dat is bijna 10 jaar geleden. Toch alweer 10 jaar geleden. Ja. Nou, oké. Veel succes ook met je boek. Dankjewel. En met je werk. Ja. En het racen. Oké, dankjewel. Oké, bedankt.